Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Dit is dus mijn strat. Ja, Sander heeft een strat. Sander moet eventjes speedrunnen door de door de gym, want ik sta te wachten voor op hem. Dat is niet erg, Volgens mij ben ik nog in een verkeerd stadje of niet? Wacht, waar moet ik naartoe voor dit je... Oh wacht, nee, dit is die hill. Sander, ik heb vorige aflevering iets illegaals gedaan, bedenk ik. Nou, weet niet of het illegaal is. Ik heb strength geleerd aan een Pokémon, maar dat is natuurlijk een TM. En je mag alleen TM's leren als je een case match hebt. Alleen is strength, het is een HM, dus telt het dan ook? Dat is de vraag. Ja, maar volgens mij mag je hem dan niet gebruiken in case matches. Ah, oké. Okay. Laten we daarop houden. Dus dat doe ik meestal. Oké, ik ga nu de gym in. Ik moet live commentary voor Milan, want anders snapt Milan niet waarom duurt het zo lang. Ja precies. Wij hebben ervoor gezorgd dat we deze op dit moment even niet naar elkaar scherm kunnen kijken. Zodat we, want Sander heeft een hele strategie bedacht die hij heeft geapproved bij Jordi. Dus de bedoeling is dat ik niet zie wat er gebeurt op zijn scherm eigenlijk. Daar gaat het vooral om. Dat hij mijn moves van, wat ik net liet zien, dat mocht hij eigenlijk niet zien. Nee, precies. Ah, ik snap deze hele puzzel toch niet, jong. Ben jij dan niet zo'n iemand die zo van die dingetjes speelt? Van die lightning, ja man. Van die lightning. Dit is met klimmen en klimmen is sport en sport kan ik niet. Inderdaad. Hey. Oh, dit is... Hè, moet ik dan wel die kant op? Ik had gewoon als eerste goeie, hè. Fucking gaming. SB. Hoezo? Nee, maar dit is naar onder. Hier is de slide naar onder. Oh. Oh, ik werd heel ziek geteased, joh. Hij zat om het hoekje van de slide. Nee. Dat is dit? Sander is niet een Pokémon Master. Nee, ik heb een trainer ontweking. En nu niet. Aha. Nee, oké, makes sense. Oké, ik had een trainer ontweken, daarna niet. We willen een afspraak met jou maken, Sandering. Ja. We doen geen salt als je de case match verliest. Nou, met de ook niet. Nee, dat vind ik. We dat doen kan anti-salt. Ik... Nou, maar ik heb nu zo erg voorbereid. Like, legit. Ik heb deze strat nu verzonnen. Ik mag salt als hij niet werkt, maar ik beloof dat het maximaal een aflevering duurt. Oké. <Okay. laughs> Nou, we gaan er denk ik wel een stuk of 3 of 4 opnemen, denk ik, als jij er tijd voor hebt. Dus dan heb je niet de hele tijd salt. Nee. Ik zal beloven... Hoe kut ik het ook vind en hoe lastig waarschijnlijk ook. Dit komt trouwens door zijn ability. Dus deze is ook wel gunstig om te gebruiken eventueel. Sorry, dat moest ik eventjes zeggen. Dan weten mensen dat. Ik zal beloven hoe lastig ik het ook ga vinden om Sandy weg te doen naar een aflevering. En dan bedoel ik met een aflevering gewoon 30 minuten. Dus na de cage match 30 minuten. Precies. Dus niet dat je zegt, nee, maar vorige aflevering was de cage match, Sander. Nee, dat doen we niet. Embargo? Oh nee. Hoe moet ik nu traden? Niet. Dat is toch, trade embargo is het toch? Ja. Dat deed weinig. Op schaal van 1 tot 10 deed dat weinig. Deed dat 0. Nee, weinig. Ja. En dan zeg je, dat is niet altijd schaal van 1 tot 10 werkt. Ik doe helemaal niks. Nee. Sorry, dat doen de meeste mensen als ik over die schalen begin. Dan gaan ze zeiken over mijn schaalverdeling. Nou, die is ik helemaal poppie, kan ik je zeggen. Oh, wordt weer ingelijst. Dit is... Gaat het?
Oké, het is gunstig, maar niet zo gunstig als ik dacht. Ik wist niet dat het een kut attack was. Maar ik leerde een attack en toen dacht ik, oh, stab. En toen, oh. Stab. De stab is kut, zeg maar. De stab is maar 35 power. Ja. Stokey. Maar toch ga ik... Oh, ik had nog een stoom moeten halen. Frick. Ja, dat zei ik tegen je. Ja, dat zei je vanochtend en ik bedacht me dat nu pas weer. Ach ja, hè? Wat zal ik daarvan zeggen? Je bent niet zo slimpy. Nee, dat zie ik. Oh, frick. Oh, dat doet wel elke keer weer... Oeh. Ja, voor de mensen die denken van... Ja, het is ook niet leuk dat je op je telefoon zit. Nee, ik ben eventjes research naar iets aan het doen. Niet naar mijn team, toch? Ja, nee, dat kan ik ook echt researchen. Nou, jij hebt wel mijn files, ik zit zeg op maar. En ik heb ik niet de jouwe. Dus... dat is waar. Ik zit op Serbië iets op te zoeken. Nee, dat mag. Nou, gelukkig. Ik vind deze move trouwens ook wel chill. Die zou ik ook nog in Future One kunnen gebruiken. Maar dat is voor de future. Kabooming. Ja, precies. Kabooming. Oh ja, en ik had geen potions. Dus... En die heb ik waarschijnlijk ook niet gekocht. Want dan ben ik net als de stones. Vergeten. Oh. Oh, hij doet hypnosis. Loser boy, hij had me gewoon kunnen killen met Psywave als hij een Hyrule kreeg. Psywave als hij een Hyrule kreeg. Dat is zo'n rhyming. Echt hoor. Rhyming mastering. In a wild, Totodile. Crocodile. Shit. Sandile. Sandile. Shit. Zie, doe ik het nog twee keer verkeerd. Nu krijg ik weer te horen dat ik geen Pokémon Master ben. Dat is waar. No. Hater. Hoe durf ik? Hater. Oké, we gaan even speeding to the Pokestandering. 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 En dan gaan we healing. En we gaan coping. Is die gym leader familie van Kiawe? Een beetje dezelfde haarstijl. Ha, cool. Ja, nee, cooling. Kan. Ik weet het niet. Nou, ik ben sorry. Geen Gen 6 man. Oh, ik dacht je gaat zeggen, ik ben geen Pokémon Master. Nou, na deze strats ga je zeggen, Sander. Ik neem het terug. Je bent wel zo'n Pokémon Mastering. Dan zeg ik, maar ik ben ook, hè? Engelsing Mastering. En dan zeg jij, Truing. En dan we opleiding. Echt, hè? Ja, dat is true story, how the story goes. Inderdaad, how the story goes. Dat is van een liedje. Ik zei het en toen dacht ik... Oh, dat is van een liedje. Maar ik weet dus niet van welk liedje. En dat gaan we nu de hele aflevering naaien. Dit is waardoor ik de case match ga verliezen. Als ik de case match ga verliezen, jongens... heb ik iets om te blamen. You cannot send rank, geloof in jou. Ik hoop het, want ik sta dus 1-0 achter, hè? Wist je dat? Mm-hmm. Dat weet ik, ja. Ja, want jij edit deze. Jij weet ook precies mijn team, dus jij weet ook precies wie ik ingezet heb nu. Hoeveel punten was de eindcage match ook alweer? Drie? Deden we dat? Ja, ik dacht 3 volgens mij, ja. Ja, ik dacht ook 3, oké. Okay. Nou, dan is het 3. Oh, dit is gewoon straightforward, man. Dit is helemaal geen puzzel. Oh, deze keer kun je... Ontwijking. We houden van ontwijking. En hij houdt van hiking. Ja, daar houdt hij ook van, ja. Oké. Okay. Ik ben er, joh. Oké, ik moet even gaan mijn team. Hoeveel? 28. 28 deden we. Ja, ja. Oké. Okay. Dus jij bent ook al bij de gymleider? Ja. Oh. Nice. Dat heb je snel gedaan. Ik ben trots op je. Ja, ik heb trainers zo gewoep, woep, skiet, screwed. Geskipt, yo, wat doe ik daarmee? Skiet, screwed, dat vind ik wel cool. Oh, nee, mijn tactiek. Nou, op zich. Nou, Alder is nog niet eens wat dood. Nee, maar het leert wel een nieuwe move. En ik zit nu... Is dit slim? Of niet?
Kijk, deze move is wel sterk als dat gebeurt. Maar deze heeft weer dat andere Ja, kijk, ik weet, de andere kan ik sowieso niet wegdoen, want dat is part of my tactiek. Dat is Engels. Ja, zoals jullie zagen in het intro momentje. Maar deze, ja, ik denk, kijk. Ja, oké, ik denk toch dat ik deze weg moet doen. Ja, ik denk dat dat slimmer is. Misschien gaat het heel dom zijn. Maar nee. Hey, I just met you. And this is what the deck says. So here's my number. And call me Slugma. En weet je wat er ook is met Slugma? Hij is geconfirmed in de decks van de DLC's. Woep woep, get scared. We loving it. Pa-da-pa-pa-pa. Jij bent zo'n McDonald's. Ik ben McDonald's, ja. Heel crazy. Versus Grant. Versus Grant. Oh, is dat ook een... Is die ook effecten bij de... Nee, oké. Maar, ja. I mean, wat heb je aan tackle? Nou, ja. Niks. Official. Vrij weinig. Oh, kut. Nee. Niet nog één elevated. Ik heb eigenlijk eentje te hoog geleveld. Eén level. Dat is niet erg. Maar die... Was ik sowieso niet van plan heel veel te gebruiken. En als ik dat wel doe, dan mag je me slaan. Dus de eerstvolgende keer dat je me ziet, mag je me slaan. En als ik dan zeg, hey, waar is dit voor? Dan zeg je aflevering zoveel van de zoveel. Ja, duidelijk. En dan hij zegt, you are riding, man. You are riding. En dan bedoel ik niet riding als een... writing, zeg maar. Heel veel mensen halen die dus door elkaar. Ja, dit duurt nog langer dan ik had gedacht eigenlijk, bij candying. Oké, re-ready. Ik wou bijna gaan saven voor de gym leader, maar dat is niet handig als we mid-episode zitten natuurlijk. Plus niet nodig. Sowieso dat nee, nu mijn internet uitvalt. Of nee, niet mijn internet, mijn stroom uitvalt. En dat alles naar de tering gaat. Maar, oh yeah. Dat zou zeggen, tering. Tering. Dat is echt een playwoord. Versus Grant. Hij heeft stukjes in zijn haar, joh. Hij moet er voorzichtiger zijn met dat eten, joh. Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij heeft gewoon stukjes eten in zijn haar. Heb ik trouwens stukjes eten op mijn lip? Want ik kwam net meteen van de eting. Oké, okay, valt mee, hoop ik. Snow warning. Oh. Oh, dat is maar 5 turns in deze gen, hè? Ja, op een gegeven moment stopt die. Oké, okay, ik ga eerst voor flag thing. Ik denk dat dat slim is. En dan doet die Age of Power, yes. Meteen hoe heet het? Meteen baat bij de reflecting. Bam! Oh! Oh, steel is natuurlijk super effective voor mijn eyes. Jongen, ik had helemaal niks om zorgen over te maken. Met die Aurora Mora Rorus. Oh, een crit. Oeh. Oh, defense fell. Oeh. Ik heb geluk, hè. Oh, trouwens, ik heb ook nieuwe teammembers. Had ik dat nog moeten zeggen, eigenlijk? Oh, Spaghetti Boy en nog iets anders. Ik heb Luten, de zoon van... van Iroh, want Lee's from the Vine. Vond ik wel toepasselijk bij deze guy. Tengela. En de man in a ten. Oftewel, daar... Nee. Darumaka. En vandaar ook de naam. Darumaka waka. It's in South Africa. Wow. Nou ja, niet helemaal. Want dat paste dus niet. Dus hij is Darumaka waka. Maar de EE hoort er eigenlijk wel bij. Ja, dat past niet. Duidelijk. Dus toen was ik aan het huilen. Dat is niet waar, want ik was al blij dat ik hem had, zeg maar. Ja. Flying? Ja, daar heb ik niks voor. Oh, ja, alleen die is level 29. Shit. Mag het, Milan? Ja, dat mag. Ja? Oké.
Maar ben ik nu aan het cheating? Nee. Of valt dat mee? Dat valt mee. Oké. Oh, het is... Oh ja, de Archaeopsis, die andere. Die, waar ik bang voor was. Dat was hem helemaal niet. Heeft je power? Werkt er Vlek nog? Ik wou zeggen dat het super effective. Het is niet super effective, maar holy damn, dat heeft veel. En nu is ook nog eens de Reflect off. Ja, het is ook maar een shelter. Ik had die stone moeten kopen. Ja, je had wel die stone moeten kopen, ja. Ja, dan ga ik toch voor de Steel Wand. Want die heeft hoge defense. En die kan weer Reflect doen, natuurlijk. Oké. Okay. Oh ja, maar ik heb nu wel healing items. Dus dat is wel fijn. Dat moeten we niet vergeten. Oh, hij heeft de Omni-boost. Oh, deed hij Ancient Power. Ja, en hij had de Omni-boost. Dan ga ik nu reflecten, daarna healen. En daarna... Oh, hij doet pluk. Wat doet dat? Oké. Okay. Reflecten, healen, Iron Head. En dan hoop ik dat Iron Head killt. Zal wel niet. Nee, dat dat gaat nooit killen, joh. Oeh, Stealth Rock, dat is kut. Oké, okay, dat maakt op zich niet uit, weet je. Kom op, even coming een confusion. Good, it's coming good. Confused? Nee, natuurlijk niet. Asian power. Oh, nee. Wat doet dat? Oh, hij crit mij. Wat kut. Valt mee. Zitten we nou beide in een pittige situatie? Of valt het mee? Ja, dit is wel een pittige situatie. Wat is de laatste Pokémon ook alweer? Dat weet ik niet. Ik heb het killed. Oké. Hij heeft nog één Pokémon bij mij. Bij mij ook. De laatste Pokémon is Archen bij mij. Tyrant. Ja, die wordt wel pittig. Stealth Rocks, maar dat maakt nu niet zo heel veel. Ja, trouwens ligt er als je vaak switcht wel. Ja, alles wat ik super effective heb, dat is sowieso niet zo. Ice. Oeh, hij is snel. Wacht, ik heb nu een free switch in, hè? Ja, want het is, we spelen on shift. Dus dan kan ik... Oké, ik kan naar Ty Lee. De reflect is nog op. Dan kan ik healen dus. Hoop ik dat hij niet al te veel... Tyrant, zal die een hogere attack hebben dan Arcoyops? Archen? Of Archen? Want als hij... Wie? Tyrant. Heeft hij een hogere attack? Want als hij Asian Power doet en hij heeft een hogere attack, dan ben ik fucked. Is Asian Power geen special move? Oh, dan heeft de Reflect ook geen... Dat is een vraag, hè? Niet aannemen, maar dat is een vraag. Dat weet ik niet. Ik ook niet. Heb ik een Pokémon met Asian Power? Zal ik even kijken voor je? Oh, nee, ik heb... nee, die was roll-out, had die. Oh, heeft die ook. Ja, ik heb Pokémon met Ancient Power. Special. Oké, dus de Reflect heeft helemaal nul zin gehad. Oké. Nice. Dan ga ik kijken. Ik loop ondertussen naar het Pokémon Center en dan mag ik niks meer doen, hè? Want dat is hoe de regels werken bij een Cage Lock. Ah, zo'n Special Defense is kut. Is trouwens goed. Ik ben eventjes heel diep in deze shit. Snap ik. Ja, zijn special... Ik vond het ook een pittige battle. Zijn special defense is kut. Dus als hij weer... als deze guy ook Asian Power heeft en hij doet dat, dan ben ik hem verloren. En Ice is ook niet eens stab nog, omdat het nog geen Cloyster is. Ja, big problems with Sandering. Of ik moet gewoon mijn kolen. Die heeft een hoge... Mijn kolen! Special defense. Ja. In ieder geval de hoogste special defense. Ja, dan moet ik die doen. Die kan sowieso die hits tanken. Maar ja, zou die dragon... Ja, steel op zich. Dit is zo lastig. In principe wil ik gewoon met Ty Lee, want ik weet dat het gaat veel damage doen. Maar ik denk dat dat niet slim is. Ook niet als ik hem nu heal. Dus ik ga toch switchen. En ik ga naar mijn kolen. Mijn kolen. Stealth the Rocking. Stealth the Rock Johnson. Op zich had ik hem dus... Oh ja, want dan moest ik healen en dan pas kon ik attacken. Dus op zich... Dat weet ik niet. Ik wou zeggen, ik had prima een attack kunnen doen, maar... Maar dat niet.
Flinch! Lekker baby! Oké, dan heb ik hem. Want ik was eerst. Yes! Nice. No Pokémon in the dip. Zone. Nice, dan kunnen we deze aflevering nog die cage match doen, Sander. Deze aflevering nog de cage match. Oh, ik ga... Oh. Milan, er is een, er is kun je me server? Iets beloven trouwens? Wat? Wil je niet salty worden als ik ga winnen met cage match? Nee, nee, ik word niet salty. Als jij wint van mij met cage match, dan betekent dat je goed gedaan hebt. Ik hoop zo dat mijn strat werkt. Als mijn strat niet werkt, ik ga echt huilen. Ik ga echt even huilen. Het is maar goed dat we hem dan stoppen, zeg maar. Jeetje. Zeg maar, dit glaasje is nu leeg. Die kan ik dan vullen met mijn tranen. Ja, half vol, hè? Want dan is je glas half vol. Nee, half leeg dan. Oké. Okay. Oh ja, half leeg. Altijd optimistisch, ja, ja. Die Milan, hè? Echt, joh. Oké, okay, is een server met genoeg plek, dus dat is mooi. Oh, moet ik dan snel... Nee, er is echt zat plek. Nee, er is echt zat plek. Oké, let's go. Oké, okay, I'll take for your Pokémon then. Oké, okay, en we mogen gewoon... Het is niet dat de first one in het team die we pikken, toch? We hoeven hem niet per se vooraan te zetten. Nee, okay. Je kan hem gewoon kiezen. Hoe heet dinges? USA East, Pokémon X en Y, server 2. Server 2, ik zie hem. Ja, zie ik jou ook? Ik zie jou nog niet. Kan dat? Dat is raar. Hoe heet je eigenlijk? Milaning. Die zie ik zo gauw niet, maar misschien... Omega Ruby en Alpha Sapphire, zei je toch? Nee, ik zijn einde. Oh, ja. Vind je het gek? Ja, ik zal ook te kijken van waarom speelt deze guy Omega Ruby of Sapphire, maar... Ik snap nu waarom. Ik had gewoon de verkeerde, joh. Heb je nou de goeie? Zie je mij? Ja. Ja, joh. Ik zie jou. Nice. Kan ik dit gewoon op kruisje klikken zonder dat het... Ik denk het niet. Ja. Kan wel. Ja? Oh. Oké. Okay. Ik ben... Aan de ene kant ben ik heel hyped. Aan de andere kant... Ik ben een beetje bang. Als het niet werkt. Oké, ga jij mij een dingetje sturen? Ja. Ik ben je al aan het divide op het moment. Ja, ik krijg het nog niet. Normal battles, single rules. Oké. Dat was precies andersom. Dit is de cage match timing. Oké, ik moet hem saving. Please wait until... Please, tactiek werkt. Please. Ja, jullie weten al welke Pokémon ik in ga zetten. Ik moet zeggen... Battlestart, hè? Ja. Ik moet zeggen... Voor vandaag zat ik nog te twijfelen over twee andere. Zeg maar, ik zat... deze ga ik inzetten. Dat ga ik ook eens zeggen. Ik zat te twijfelen tussen deze twee misschien nog. Maar ja, deze... Jullie snappen waarom. En die... bewaar ik voor later. Ik denk dat dat een... goede... Ja, goed is voor later. Er is één Pokémon bij jou. Als je die inzet, dan kan ik niet winnen. Dat meen je? Oh. Mm-hmm. Oh, dan... Oké. Okay. Dat is sowieso niet de Pokémon die ik heb ingezet, of wel? En waarom zie ik zwart beeld? Oké, okay, ik werd eventjes... even kleine hartaanval. Oh, in a while. Oké. Dat is niet de Pokémon die je hebt ingezet, nee. Nee. Dat dacht ik al. Ik denk dat ik Sandile tot nu toe de vetste shiny vind die we tot nu toe hebben gezien. Oh, Intimidate. Aha. Ja, okay, maar jij bent special zeker. Over het algemeen. Oké, ik ga dus deze aanval doen. Oké. Oh, maar dat is alleen maar positief. Oh, nee. Oh, ja, dan... Ik mag nog... Ja, dan moet ik... Oké, dan ik moet gewoon mijn ding volgen.
Ik moet gewoon mijn ding volgen. Oeh, jij bent wel sneller. Dat is wel kut. Oeh, ah, dan kan ik die andere strat niet doen. Oh, dit gaat me fucken. Oh, nah. Nou, mijn strat was niet eens nodig, joh. Jij one hit KO'de me. Ja, dat komt zeker omdat het super effective op dark is. Ja. Nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Sander, die is de volgende aflevering salty. Dat hebben we afgesproken, dat mag. En dan die aflevering daarna, dan is je gewoon weer... No! Ik had hem moeten bewaren totdat hij ge-evolved was. Ik zat er nog over na te denken vandaag. Van, ik moet wachten tot hij ge-evolved is misschien. Toen dacht ik, nee, deze strat is goed. Ja. Was het niet. Nou ja, de strat was goed, alleen je had gewoon echt pech dat ik deze Pokémon koos. Ja. Ik wil nog wel even zeggen, ik ga voor held items op Moona. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.